kan me voorstellen dat er revanchegevoelens zijn. Vorig jaar hebben wij gewonnen van hun. En daardoor zijn ze gedegradeerd. En ik denk dat ze heel graag dat andersom willen keren dit keer. Maar de Graafschap gaat dat waarschijnlijk niet toelaten. Ja, goed, we staan hetzelfde in als vorig jaar en zij natuurlijk ook. Alleen beide op andere posities. Dus ja, het zal een beladen wedstrijd zijn, denk ik, wat dat betreft. Dan dus de Go Ahead Eagles. Dit seizoen een andere selectie dan vorig seizoen. Ja, hoe zijn die in vergelijking met elkaar? Ik denk dat ze allebei de selecties op zich gewoon goed zijn. Dus vorig jaar speel je natuurlijk wel Eredivisie. Dus dan heb je toch wat spelers rondlopen die misschien wat meer kwaliteit hebben. Maar ik moet zeggen, ze hebben aardig wat spelers nog kunnen behouden die vorig jaar belangrijk waren. En er zijn toch aardig wat namen die bekend zijn voor ons, die spelen daar nu. Nog van vorig jaar, maar ook van andere clubs. En je mag zeker niet te makkelijk over gedacht worden of dat het nu een mindere ploeg is dan vorig jaar. We hebben natuurlijk zelf ook eigenlijk een betere ploeg. We zijn gewoon als ploeg voorop uitgegaan, individu ook. Dus we hebben met z'n allen gewoon de zin in en goede hoop erbij dat we gewoon iets moois gaan neerzetten. We zagen jou net broodjes uitdelen bij het stadion. De rijen bij het stadion voor de kaartverkoop zijn gigantisch. Ja, wat zegt dat over deze wedstrijd en over deze nacompetitie? Ja, goed, dat leeft, hè, dat de mensen daar graag bij aanwezig willen zijn. En ja, dan loopt helaas de kaartverkoop niet zo heel snel. Dat je wat langere rij krijgt. Dat is lang wachten voor de mensen. Maar goed, ik hoop dat ze beloond worden. Ze zijn in ieder geval beloond met een broodje. Ja, klopt, ja. Heb je alweer zin om te juichen voor dat uitvak? Ja, zeker. Dan moet ik wel nu aan de andere kant gaan scoren dan. Maar daar heb ik zeker zin in.